Morgen. Ja, das ist gut. Rechterarm is achter je schouder. Dus rechts, ja. Dus ja, 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 ja. Dus, elleboog ietsjes naar de voren toe. Ja, iets slagen. Ik zeg ietsjes, hij is niet meteen dit, hè. Ja. Take one. Ik ga het wel gaan verzinnen. Oké. Okay. Eugène. Ja, hoi. Derde keer Mallorca. Ja. Hoe vind je het tot nu toe voor de derde keer en deze fotoshoot dagen? Nou, de ervaring toont dat het steeds relaxter wordt. De organisatie, wij als team zijnde, raken steeds beter op elkaar ingespeeld. We weten wat iedereen wil, we weten wat iedereen kan en hoe iedereen wil organiseren. Dus het gaat steeds soepeler en soepeler en we kunnen op deze manier, of ik althans, kan op die manier steeds beter genieten van de vakantie, maar ook van de shoes op zich. Oké, we zitten dit jaar voor de eerste keer in een huis, niet in een hotel. Hoe bevalt dat tot nu toe? Anders. We hebben geen gedekt tafeltje, morgens vroeg als ontbijt. Maar van de andere kant is het ook weer zoiets van het creëert een band. Om en om broodjes halen, broodjes bakken, gezellig ontbijten. We kunnen doen en laten wat we willen. Dus het is anders, maar op een positieve manier anders. Wat verwacht je verder nog van deze fotoshoot week hier in Mallorca? Op dezelfde voet doorgaan. Gewoon lekker vrijheid, blijheid. We hebben een plan. Verschillende fotoshoots, verschillende locaties. Maar gewoon aanpassen wanneer het weer het niet toelaat, bij wijze van spreken. En ook eventueel wanneer iets anders ons pad kruist. Gewoon de vrijheid, blijheid toepassen. Hoe vind je de samenstelling van de groep qua modellen? Twee modellen die zijn eerder in Mallorca geweest, eentje drie jaar terug en eentje vorig jaar. En een heel nieuw model. Nou, laat het zo zeggen. Ik vind het niet erg wanneer eentje al een ervaren rod is, bij wijze van spreken, om zo uit te drukken. Dat hij al vaker hier is geweest. Ik vind het belangrijk dat hij gewoon samen in de groep passen. Dat de modellen zich onderling kunnen verstaan. Dat het gewoon één leuk, gezellig geheel creëert. En dat staat voor mij toch een klein beetje voorop. Communicatie, dat die goed moet zijn. En niet dat je met lange gezichten langs elkaar gaat lopen. Dus dat is voor mij het belangrijkste. En dat resulteert voor mij ook in het uiteindelijke resultaat. De foto's waar het zich ook om draait, dat die ook beter zijn daardoor. Kun je ons vertellen van de locatie waar we vandaag zitten en waar we nog naartoe gaan? We zijn vandaag begonnen met een natuurpark. Dat was voor ons de eerste keer dat we daar naartoe gingen. De naam zegt al, het was een beschermd natuurgebied, afgelegen van alle gemakken, voorzieningen. Dus gewoon de wilde natuur in van Mallorca, eigenlijk in het binnenland. We gaan nu vanmiddag gaan we naar Cala Ratllada. Daar wat sightseeing in de buurt, proberen wat verlaten strandjes, verlaten baaien opzoeken en kijken wat daar de mogelijkheden zijn om daar toch nog een echte rustieke Mallorca sfeer fotoshoot eruit te halen. Oké, okay. Bedankt voor dit interview en ik kom van de week een keer bij je terug. Oké, dankjewel.